Ik ben hier bij Kasteel Stapelen, achter mij de prachtige Dommel. Want hier gaat het gebeuren vandaag, namelijk de opbouw van het Dommeltheater. De groepen komen aan, de boten en creaties worden al een klein beetje onthuld. En wij nemen hier een kijkje. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Het thema is onderstroom. Kun jij daar iets meer over vertellen? Want ik denk niet dat iedereen zomaar in één keer weet wat onderstroom is. Nee, dat snap ik. Eigenlijk kun je er niks over vertellen. Want het is onderstroom of onderstroom. Dus aan elkaar of twee losse woorden. En we hebben in het begin gewoon afgesproken dat het een vrije interpretatie is van het thema. Dus brainstormen. En iemand neemt het letterlijk. Er staat iets onder stroom. En een ander die interpreteert hem als undercurrents, hè? Dus er stroomt iets onder wat dan naar boven komt. Dus hele verschillende mooie, boeiende interpretaties. Hartstikke leuk. Er komt ook muziek, heb ik begrepen? Ja, volgens mij begint morgen om 12 uur op de grote pontons bij de Zwaanse Brug. 12:30 hoor ik net. 12:30 wordt er gestart met de muziek. En dan liggen hier straks de meeste creaties, hè, waar mensen met heel veel passie en liefde hebben opgebouwd. Die liggen al op volgorde klaar. Ja. Eén voor één op volgorde kunnen afvaren. En dan is er iemand die vanaf de brug volgens mij daar eens even kijkt dat de tussenruimte groot genoeg is, maar ook weer niet te groot. En dan wordt het avond en dan, want er loopt hier van alles rond, heb ik begrepen. Nu vanavond? Ja, ja, er is professionele bewaking ingehuurd, dus alle spullen liggen vanavond in de tent veilig. Dus de pontons met het theater, bouwsels en dat soort dingen en onze eigen spullen daar zoals aggregaten, die liggen allemaal veilig. Tanja! Ja. Het stinkt verrekkers. Wat ben je aan het doen? Je zit in mijn zak. Nee, dat is niet de bedoeling, hè? Nee, we zijn het natuurlijk even een beetje mooi aan het maken voor morgen allemaal, hè? Nou, wat voor proces is dit? Dit is een hoe heet het ook alweer? Een brander. Een brander voor het crème brûlée. Ja. En daar krijg je mooie kartelrandjes mee. Wow. En dit moet, morgen moet het, is het zover? Ben je dan klaar? Ja, we zijn zeker klaar. We zijn er nu al klaar voor eigenlijk, hè. En voor welke groep ben jij? De buurtvrouwen. Oh, ja. Mag je al iets verklappen? Nee, gaan we niet doen. Nee, nee. Nee, snap ik wel. Kijken. Er zitten in ieder geval groene blaadjes bij. Dat is zeker. We zijn herkenbaar aan groene bladen. Tot slot even, onderstroom. Wat zegt jou dat, het thema? Voor ons betekent het dat er altijd nog wel iets gaande is wat je niet per se in de gaten hebt. Dit is mooi. Dit is mooi. Heel mooi. Heel mooi. Ladies, ik vind het best een heel spannend moment. Ja, we moeten even de constructie goed maken. Hè? Dat het er mooi uit komt te zien, ja, natuurlijk. Hè? Want dit zijn de details die het hem doen. Dit zijn de details, ja. We denken dat we alles goed bedacht hadden, maar er komen altijd toch weer kleine veranderingetjes. Dus we gaan de klussenman inzetten van school. Want je zei net de klaprozen? De klaprozen hebben de kinderen gemaakt. Dus ja, die kunnen we morgen erop zetten, want het regent nog. Ja. Dus ja, we passen ons aan. Maar het gaat ons lukken. Ik hoor dat je een hele belangrijke hulp bent. Wat fijn. Ja, ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Er werden vrijwilligers gevraagd. En ik had samen met mijn buurman, die is elektricien, vonden het wel heel leuk om mee te werken aan de boot. Dus we hebben een ontwerp gemaakt en ik denk dat het wel heel leuk wordt morgen. Wat hebben we hier? Wacht even, ik kom even dichterbij. Welke groep zijn jullie? Adventures of Wonder Band. Oeh. Ja, chique titel, hè? Ja, leg eens uit. Oh, ja, dat mag jij uitleggen. Oh, mag ik dat uitleggen? Doe ondertussen even. Oh, nou, we zijn een groepje eigenlijk gebaseerd op Alice in Wonderland. Oeh. Daar komt Adventures of Wonder Band vandaan. Maar dit is onze Cadillac. En die is zo goed dat jullie nu alvast als een geintje bij de buren zitten. Ja. 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 Maar jullie gaan met z'n allen hierop. Gaan jullie iets doen op de Cadillac? We kleden hem vooral aan en we gaan zingen en muziek maken. Hartstikke leuk. Heel leuk. Nou, deze boot, die hebben we dus hoeveel jaar geleden? Inmiddels? Dat is de eerste keer. Wat was de eerste keer? Twee jaar geleden en dan vijf jaar terug. Dat is dan 7 jaar geleden, denk ik, dat we de eerste keer met de boot zijn gaan varen. En die hebben we bij... Ik zat in de kroeg. Tuurlijk. En die zat, ja, maar we moeten een boot. Maar hoe moet dat dan? Ik zeg, ik maak een boot.
einde discussie. En dan, Bart Kellen, dan wordt er een boot gemaakt. Ja, en daar ligt hij onder het zeiltje. Oh, ik wil straks wel even kijken. Nee, gaan jullie er allemaal op? Wij gaan er allemaal op, behalve Bart. Bart gaat aan de kant staan te zwaaien. Dus, ja, dat is ook heel belangrijk, toch? En het thema is schijndragers, dus wij mogen zo heel even spieken, hoop ik. Is het herkenbaar? Ja, ja. Die witte kat bad erop. Ja, heel erg leuk. Ja. Ik weet niet of de cameraman hem ziet. Geweldig. Daar gaat hij. De land, de zee en in de Dommel. Ja, champagne. Wij zijn een vriendengroep die bij elkaar komt en regelmatig in de kroeg zit en dan over van alles en nog wat. En af en toe hebben we het gewoon over onze jeugd en wat er in de jeugd gebeurd zijn. Nou, de witte katbatterij, die platte zaklampen met zo'n witte katbatterij erin. En natuurlijk onze eerste kratjes bier, onze eerste vakanties. En ja, natuurlijk die schitterende scène van Merlin Monroe met die opwaaiende jurk. Nou, dat beelden wij uit. O, geweldig. Nou, verder zou ik zeggen, kijk gewoon, want het wordt... Wij denken dat het heel erg leuk wordt. Superleuk. Doeg! Mevrouw in de bloem. Mevrouw in de bloem. Moeten we nou zo 24 uur blijven zitten? Ja, ik zit hier nu voor de rest van het weekend. Oh. Ja. Ik zag u gisteren heel hard aan het werk bij de Zwaanse Brug. Ja, dat is de Ecogoot. Waarschijnlijk. Ja, u was daar pontons aan het opbouwen. Ja, die hebben we ook opgebouwd. Ja, ik zag u daar flink aan het werk en instructie geven. Dat ging u erg goed af, zag ik. Ja, dat is de vijfde keer dat ik het doe. Dat is de ervaring. Ja, vanaf het begin. En dat is een van de meeste slechte klussen die er zijn. Omdat? Nou ja, het is veel in het water. Nat. Steile helling. Steile helling. Begroeiing aan de kant is verschrikkelijk. Met bramen en andere dingen. Maar... Het komt allemaal goed. Nou, ik zag wel heel mooi die handelingen. Er is nog wel een bepaalde techniek, zag ik, met die stop over die... Ja, die... dat moet allemaal een beetje gefixeerd worden. En dat, want de harmonie komt op te spelen, moet veilig zijn. En de mensen moeten zich ook comfortabel voelen als ze aan het spelen zijn natuurlijk. Ja, want jullie hebben ook een reling en zo gebouwd, hè? Ja, ja, ja. Maar iedereen die op het ponton komt, die moet een zwemdiploma hebben. Anders mag het niet. Liggen er ook duikers bij? We hebben duikers onderweg. Die assisteren tijdens het varen. En heeft ook een beetje een reddingsfunctie. Heeft dat. Laten we hopen dat het niet nodig is. Hè? Dat hopen wij. Dat is er nooit nodig geweest. Nee. Alleen om brillen en werktuigen uit het water te halen. Maar niet om mensen te redden. Dames en heren, graag even uw aandacht voor de officiële opening door onze wethouder van kunst en cultuur, Hans Heesen. Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat je er allemaal klaar voor bent. Welkom allemaal in Bokstal. Speciaal alle mensen die uit de gemeente komen. En wij dromen ervan dat het ooit van Peer tot 's-Hertogenbosch, alle gemeenten van langs de Dommel, hier gaan deelnemen. Elke twee jaar het Dommeltheater. En ja, helaas vorig jaar niet doorgaan, maar Paul, ik ben ontzettend trots op dat we dat dit jaar weer door kunnen laten gaan. Ik wil speciaal iedereen bedanken die aan het Dommeltheater meewerkt. Ik wil de reddingsbrigade even bedanken. En ik heb net ontzettend genoten van de Bokstelse Harmonie. En Bokstel bruist weer als van ouds. Mensen, wij gaan erop klinken hier zo meteen. En ik wens iedereen een behouden vaart. Heren,
Wat gaan jullie doen? De onderstroom activeren met rook. Wauw. De onderstroom activeren. Weergoden zit ons mee, het is fantastisch. Gisteren zou het regenen, het is een heel klein beetje geweest, dus we hebben fijn kunnen opbouwen. Morgen geeft u weer regen aan, dus ja, we mooi kunnen het hebben eigenlijk. Dus, ja. Hoe voelt het nu dat alles weer bij elkaar komt, dat het gaat lukken? Hoe is dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooi gevoel, omdat we merken dat als je dit soort dingen doet, mensen echt bij elkaar komen. Iedereen helpt iedereen, zeg maar, maakt zich druk om die ander. Dus alleen al dat al is zo mooi te zien. Maar ook hoe men praat over de creaties die ze maken, dan denk ik, ja, godverdorie, dat is eigenlijk precies wat we willen. Dan mag je ze niet zien. Echt op wijze dat er geheimhoudingsplicht is. Dus wij kunnen helaas ook. Dames en heren, hier op deze plek staat de mooiste, de beste, de prachtigste auto van de wereld. De Tesla S. Je hebt nog nooit zoiets moois gezien. Weet u hoe hard die kan? 322 kilometer per uur, jawel. Wow. En hij heeft, en wat hij aan kracht heeft, dat weet je niet, hè? Nee, dat weet je wij niet. Ja, pas op, ik ondertaal ik in het water wanneer ik het zeg. 1080 pk. Ah, nee! Ja, nee! 1080 pk. Ja, nee! Voor te staan. Ah, dat geloof ik niet. Ja, en hij is hartstikke milieuvriendelijk, want hij rijdt op stroom. Vind je dat wel? Heel mooi. Ja, u zit hier ook zo fijn. Ja, ik heb mijn stoeltjes meegebracht. Heel verstandig. Mevrouw, geniet u er ook zo van? Ja, hetzelfde als mijn zus, ja. Ah, een zus uitje? Ja. Wij zijn vrijwilliger en wij delen dadelijk de boekjes uit met het programma aan mensen die voorbij komen. En we wijzen eventueel de plaats waar ze kunnen kijken naar de optocht. Jullie doen hetzelfde of? Ja, we hopen we wel. Willemien kunnen we natuurlijk niet evenaren. Maar, en we vertellen er ook bij dat alles gratis is. Want voor heel veel mensen is dat tegenwoordig wel fijn. Ja, ik doe ook hetzelfde. We staan alleen allemaal op een andere plek. Dus, Heb je goed geoefend de boekjes uitdelen? Ja, natuurlijk. Ja, ik
vind het kleurlijk en iets om te zien. Het is goed voor de stad, ja. Ja. Veel plezier. Ja, bedankt. Bedankt. Is hij niet? Nee. Is hij niet? Nee. Afbreken! Oké, verkeerde verrassen. Einde operatie. Oh, jeetje. Inpakken. Ik zeg bluesballers. Nee. Geheime dienst. Geheime dienst? Ja. We houden alles in de gaten. Ja. Voor de veiligheid van de mensen hier. Criminele onderstroom, die komt er niet veilig vanaf vandaag. Zware crimineel, jongens! Zware crimineel! Rode rand! Ja, we wapenen! Ja, we wapenen! Nou Jan, beste plekje. Wat zegt u? Het beste plekje. Oh ja, zeker. En ik moet ik met jou delen. Naar het Dommeltheater. Ja, nou, dan moeten we gaan kijken natuurlijk. Net van voren naar het geweest, hè. Dat was keileuk, die mannen. Dus dat moeten we eigenlijk laten zien, hè. Dat is belangrijk. Ja, zeker. Maar S heeft ook iets met theater op het water, toch? Ja, dat hebben ze zeker. Ja, noemen ze dat ook weer. Ja, maar bij de haven, dat was toen heel leuk altijd. Ja, dat klopt. Ja. Perfect. En mooi hier op de Raapakkerbrug, mooi uitzicht. Ja, wij waren het eerste hier, dus we een goede plaats hebben. En toen kwam Peter. Ja, ik was ook. Peter was de tweede. En toen kwam Peter en toen werd alles anders of zo? Nee, het zou halen. Maar ik laat ze gewoon verder. Alleen voor eentje, dat heeft contact altijd met zijn mooie zwaan. En die is hier. En die kan bewegen, zijn neus en zijn mond en... Oh, daar valt hij zelfs uit elkaar. Kijk, hier is het lelijke eentje. Ja. En
Sommige mensen waren ze keer hun bek snoeren als deze, want deze moet er dan apart weer ingezet worden. Wij zijn de beroerste niet, dus de BTW tellen we er vandaag bij. Dit is gewoon een fantastische plek. Ja, dit is toplocatie, hè? Toplocatie. Wat geweldig. En dit is het pand boven de oude apotheek? Ja. Er zit nou de brillenzaak. Ja, de Pearl. De Pearl, hè? Ja. En hier wonen jullie? Of zij. Nee, ja. Ik woon hier. Ik met mijn echtgenoten. Wat een fantastische plek. Ja, zeker. En nou hebben we natuurlijk een unieke plaats, hè? Om alles mooi te zien. Wat vindt u ervan? Het is de eerste keer dat ik het echt zie, want wij wonen hier nog maar pas een paar jaar. Maar het is geweldig.
Ja. Kleren aan de waslijn? Ja, nee, dit zijn onze kleding die aan het drogen zijn voor, de, voor het performance stuk dat wij gaan maken of dat wij gemaakt hebben. Dus dat. En wie zijn wij? Wij zijn studenten van het Koning Willem I College en wij doen het performance stuk The Red Race. Dat is Engels, hè? Ja. Zeg het nog eens? Red Race. The Red Race? Ja, zeker. Leg eens uit? Het gaat over werkers die overwerkt raken, die dagelijks ook niet genoeg rust krijgen voor zichzelf. Dus ze branden langzaam op, vandaar het rood en het zwart, als een soort van brandend kool dat steeds verder omhoog loopt tot aan je hoofd, als je helemaal op bent. Zo, zou je dat begrijpen in Boksel? Weet je niet. We komen er op een manier achter. Is gevallen, de stroom is er weer uit. Het is gedaan. Houdoe en bedankt. Dit was het Dommeltheater 2022. Knappen!